De Surinaamse waterleidingmaatschappij is op dit moment technisch gezien failliet. Dit zei minister David Abiyamoffe van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren voor de ministerraadsvergadering. Volgens de bewindsman zal zijn ministerie een urgentieprogramma uitvoeren om de problemen met waterdistributie en nieuwe wateraansluitingen te verhelpen. Ik durf het te zeggen voor al deze camera's. SWM heeft het behoorlijk moeilijk. In feite kunnen we geruststellen dat SWM technisch failliet is. En dat durf ik gewoon te zeggen voor deze camera, omdat ik de financiële cijfers heb gezien. En ik denk dat of de regering zal moeten inkomen met de financiering, of dat het bedrijf de ruimte moet krijgen om de tarieven wat verder op te schroeven. Een ander groot probleem bij SWM is de grote achterstand bij nieuwe aansluitingen. We zien dat na de COVID-periode het bedrijf niet langer in staat was om de mensen die reeds betaald hadden aan te sluiten. Het heeft ermee te maken dat de prijzen zijn gaan stijgen na de COVID, toen economieën weer open gingen. De minister wilde niet te veel zeggen over tariefsverhoging, omdat de samenleving dan veel kritiek begint te leveren als dat aan de orde komt. SWM produceert drinkwater. En kies je ervoor om dat water anders te gebruiken? Nou, ik denk dat het redelijk is dat het bedrijf dan een zekere marge daarop kan verdienen. Het is een moeilijke situatie. We weten dat er zoveel bronpompen zijn uitgevallen de afgelopen periode. Maar niet alleen de bronpompen, ook distributiepompen zijn uitgevallen. Dat alles is in kaart gebracht en er is een urgentieprogramma dat uitgevoerd wordt. Het heeft een kostenplaatje. En dat is wat gebeurt wanneer je ervoor kiest om tarieven beneden het niveau te houden. Op dit moment betalen we nog niet eens 12 SRD voor een kubieke meter water, terwijl de kostprijs rond 41 SRD is. En we weten allemaal hoeveel een 1/3 liter waterflesje kost in de winkel. Het is 12,50. Abiyamoffe zei dat het besluit van de regering om het watertarief per maand met 1 SRD te verhogen ongewijzigd blijft. Hij benadrukt dat deze verhoging weliswaar zal helpen met de inkomsten, maar niet zal maken dat SWM binnen korte tijd zelfstandig zal kunnen investeren in het waterleidingnet.